Dat is Bien Schumacher. En Bien houdt een, ja, hoe zeg je dat, een vlog bij. Bien, correct me if I'm wrong. Flikker op, jullie hebben mijn leven niet en je krijgt mijn leven niet. Smacht maar naar mijn leven, dat wat ik vind. Dus voor mij is dit echt wel heel wat. Ik vind het oké, ik vind het leuk. Ik mag jou, dus daarom zitten we hier. Nee, ik vind het niet interessant. Wat vind je dan? Okay. Wat vind ik dan? Dus jij vindt niet interessant wat ik nu doe? Niet per definitie, nee. Nou, voor mijn leeftijd dan, hè? Ja, jij. What's the point being off camera? Is there a point saying anything off camera? Wat zeg jij nou? Dat is een inhoudelijke vraag. Ik ben een beetje met je bijglas. Hi, ik ben Kelly Pfaff. Hoi, ik ben Do. Ik ben Hans Klok. Ik ben Bien Schumacher. Welkom bij Bien Venue. Kon zong aan de noote. Arina van de Lissende. Arina van de Lissende. Unikelege mama wo. Mama kiaku mama ri. I'm almost there. Look, that's the place we're gonna eat. That's Liberty. Well, I don't know where Brix is. Oh, daar. Brix, ik loop gewoon voorbij. Mijn haar zit een beetje kut van het fietsen. Hij is niet zo gewend volgens mij. Hoe vind je dat nou, dat je zo gevolgd kan worden? Wennen. Dit draai je ook allemaal, hè? Ja, alles. Gaan we maar volgen. Het zit op ruim 10.000 volgers. Ja. Dit vertelde Arjen misschien letterlijk toen in de knipte. Die zei, als je ongeveer van je post op Instagram 10% van je volgers als die lijkt, 10-12% zoiets, dan is het al heel wat. Als je engagement dus heel groot is, ja. Ja, dat heet engagement. Ja. Dat is een blijkbaar allemaal termen. Heel cool. Nee, maar serieus, dat zegt eigenlijk wel alles. Ik snap het niet helemaal. Ik snap jouw uitleg wel, maar ik speel het spelletje mee, ik vind het grappig. Ik vind het ook wel leuk dat je in de vorm van een klein fotootje een soort mini-verhaaltje kan vertellen. En dat je, nou ja, je kan even een heel kort klein verhaaltje droppen met je eigen illustratie erbij. Hij neemt de rol op aan als het een bijzonder verhaal is wat hij kan overbrengen. En hij leest s'avonds ook graag voor zijn kinderen. Je legt het nu aan ze uit alsof het allemaal debielen zijn. Nee. Verhalen. Ja. Je ging een beetje gek praten blijven. Verhalen. Verhalen. Ja, omdat de jeugd van tegenwoordig, de mensen van social media, zijn ze nou afgeleid. Als je er niet even over mag vertellen, weet je, dat is inderdaad wat jij zegt, alles snappy en ja, alles gaat kort snel. Tom Jansen, die is ook een klant van de Arjen, en hij spreekt ook verhalen in. Wie luistert dan tegenwoordig nou, van mijn leeftijd dan, hè? Ja, jij. Nou, van mijn leeftijd dan, hè? Ja, jij. Je kan niet lang in de ogen kijken, dan word je heel onzeker of wat. Nou ja, nee, niet onzeker, maar dan denk ik, ja, oké, en nu? Ik lees ook. Ja, fijn, ja, succes. Tel het maar als het uit is. Nee, maar wat doe jij? Jij gaat heel dichtbij zitten, je gaat de dingen aanzetten. Je zit en dichtbij, terwijl je nog niet zo ontzettend goed kent. Dan ga je ook nog lang in mijn ogen kijken, dan ga je nog eens filmen. Dan ga je ook nog dit dingetje, hoe noem je dit? Een screen? Een schermpje? Ja, ik ben echt uit de 20e eeuw. Ik schijn nog liever met de hand, weet je wel. We geven hem heel even op ruimte. Tot zo. Voorafje. Jeroen is blijkbaar heel erg gek op olijven, net als ik. Dat is wel leuk. Dat hebben we ook gemeen met elkaar. Goeie wijn. Goeie wijn, hele goede wijn. Voor mij is het werk toch wel vaak op zijn masker. Je hebt het cliché van je doet een masker op, je gaat acteren. En via dat masker ben je wel heel persoonlijk. En ben je oprecht, dan sta je wel degelijk open. Dus je kunt niet alleen maar masker op en dan, nou ja, dan ben ik van de vinten van alles plaats. En dan mag ik allemaal naar kijken. Nee, dus voor mij is dit echt wel heel wat. Ik vind het oké, ik vind het leuk. Ik mag jou, dus daarom zit hier. Maar als ik alleen maar een soort half uur lang volg, ik doe nog wat. Hoe jij thuis bent, een ei bakt en een luier bij je dochter omdoet. En dat je telefoon opneemt, want je moeder zou bellen. En oh god, er moet nog een boek terug naar de bibliotheek. Nou, dan ben ik ongeveer al 26 keer weggezet. Want wat de fuck?
dat zegt mij eigenlijk helemaal in één zak. Als je hoeveel, sorry, maar hoe de Mongolen de 60.000 volgers hebben op social media, met alleen maar de mededeling. Ik ben hier, ik ben daar. Ik snap het echt niet om naar het leven van iemand. Ik ben geïnteresseerd in iemands ideeën. En in hoe iemand, weet ik veel, in het verhaal en wat hem gebracht heeft tot het punt waar hij nu staat. Van wie die is als mens, wie die is in zijn werk, welke keuzes die heeft moeten maken. Dan worden het verhalen en dan kan het voor mij ook iets gaan betekenen. Dan kan ik iets van leren. Dat aspect van jouw leven interesseert me. Daar heb ik niks mee te maken. Ik ben daarin ook misschien wel ouderwets van, als jij mijn tijd wil, met je blog of met je ding, dan ben ik goed. Kom maar, toon mij iets, zeg iets. Zeg iets wat je bedoelt. En anders, ja, ga het maar lekker maken voor je 80.000 andere volgers. Maar ik zou niet weten waarom ik daarnaar zou moeten kijken of luisteren. Echt, mijn tijd is kostbaar. Dus voel ik, misschien is dat het ook wel, ik voel automatisch een soort, soort verantwoordelijkheid bijna. Want als jij hier gewoon even leuk zo tussen neus en lippen door een cameraatje neerzet, dan denk ik, nou oké, dan moet er wel wat gaan komen nu. Sterren van nu, de model. Ja? Adele is echt ongeveer de grootste zangeres nu. Dat is van Beyoncé. In jouw leeftijdscategorie. Nee, ja. Jesus. Nee, oké. Adele is huge, of niet? Ben ik nou. Maar ze verkoopt toch meer platen dan weet ik van Nicki Minaj en dan. Dat is ook in The Voice. Adriana Grande. Ja, ja, die. Ariane. Zij is echt. Huge. Selena Gomez. Ja, 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 ik ken ze wel. Adele is wel gewoon. Ik kan trouwens geen hit noemen hè, van hoe heet ze nou, Ariana Grande. Die staat dan op Glastonbury, het festival. Ik zag die registratie van de BBC. En het is alleen maar, oh god, I was so nervous, I thought I had shit, but I didn't. Dat soort gelul zegt ze tussen haar nummers door. Gewoon, jij bent een fucking popster, draag je als een popster. Dus wees onbereikbaar, wees mythisch. Maar vind je dat niet? Echt dat je onbereikbaar moet zijn als je op staat zit? Nou, onbereikbaar moet zijn. Ja, dat ben je dan, want iedereen moet even shitten. En dan vinden ze het fijn als ze jou horen zeggen dat je moet shitten. Ja, dat vind ik dus heel. Ik vind het eerst heel lelijk, dat is informatie waar ik helemaal niet op zit te wachten. Ik vind het onvoorstelbaar banaal dat je dat. Bij een optreden, notabene op zo'n optreden voor 600.000 mensen op de laatste week, dat je dat gaat zeggen. Het derde is, ik vind het een daad op zich worden. Namelijk zo van, jongens, ik heb jullie miljoenen thuis voor mij op de bank. En ik heb ongeveer 16 man personeel. Maar hey, ik ben heel normaal hoor. Ik ga ook naar de wc en oh, ik was zo nerveus voor de optreden. En toen miste ik ook nog een taxi en ik was te laat en ik had mijn haar drogen. En mijn hond die had naast de pot gepist. Ik vind het allemaal zo dom. En zo ontzettend bewijzen dat je een normaal leven hebt. Fuck off, ik wil dat niet weten dat je een normaal leven hebt. Ik wil dat jij briljant, ik wil dat je doet waarvoor we je betaald hebben. Namelijk briljant zijn en onbereikbaar zijn. Dat is wat ik vind. Dus flikker op, jullie hebben mijn leven niet en je krijgt mijn leven niet. Smacht maar naar mijn leven, dat is wat ik vind. Eten is gevoel, dat is zo waar. Stop, dit vind ik zo, maar heel veel mensen. Dit is voor mij uitgegaan. Ik ben zo rood, man. Ik kijk, ik zit helemaal onder de zon. Mascara is nul uitgeklamd. Wat heb je nou gedaan? Dat heb ik niet gedaan. Klopt niet. Ik voel zo'n. Ken je dat moment uit In Bed with Madonna? Warren Beatty? Heb je die goed niet gezien? Warren Beatty, de acteur, die was destijds, had hij een relatie met Madonna of iets. Ja. En die wordt helemaal gestoord van die camera, die voortdurend bij hun is, bij elk gesprek aanwezig. Dus wil je eigenlijk zeggen dat je gestoord wordt van mijn camera? Nee, dat is te letterlijk. Ik, door dit moment, ja? Moet ik aan dat moment denken, uit de film. Maar dat vond ik zo'n goed moment in die documentaire in Bed with Madonna, dat Warren Beatty dus echt. Ik bedoel, filmacteur, filmregisseur, de hele carrière. Maar die zit er gewoon niet op te wachten dat er dus zo'n camera voortdurend op zijn neus zit te registreren hoe hij ontzettend. Heel irritant. Naturel Warren Beatty zit te zijn. What's the point being off camera? Is there a point saying anything off camera? Is it?
denk jij dat alles informatie is? Kijk dat beentje. Tik. Ja, wat zeg ik nou? Veel ben ik bang. Alles is informatie. Ja, dat is zo. Dus ook dit beeld is informatie. Absoluut. Vooral dat. Ja, laten we dan ook echt to the point maken, van on camera. Wat denk jij dat dit been betekent? Zenuwen, we gaan weg met de camera. Kom ongemakkelijk. Ja, maar zou het ook een soort agressieve ongedurigheid kunnen betekenen? Dat is een open vraag, hè? Zo van... Hij is heel lief. Get to the point, hij ja. Hij is echt heel lief. Heel lief, heel gezellig. Zolang je mij voert heel met charmant. Wijn en gebakjes. Hey, dit zijn alle dingen die je op Google kan vinden. Meegaan. Bedankt. We gaan gewoon door hoor. Dubbel espresso, de avond wordt hardcore. Ik dacht dat het om is een inhoudelijke vraag. Ben je met je wijnglas zo? Wat zou lekker. Heel erg goed, tent. Ja, weet je, laat maar. Marina van de Lucindy. Dit is een moment. Hier sta jij een beetje je lipstick te filmen. Terwijl ik hier met mijn Park Mobile sta, met jouw risotto. Op zoek ben naar de auto. Waarom is dat kutding niet scherp? Kut, want we gaan nu naar... Oh, ik ben aan het vloggen. Tegen die mensen, ik zei we're vlogging. Terwijl zei ze, oh, ik ben gewoon aan lekker aan het vloggen. Dan gaan we naar Hilversum rijden. En dan? Dan ben ik te gast vanaf 12 uur bij... het wordt al laat, of het wordt nu laat. Waar ik de muziek mocht samenstellen. En daar ben ik zo enthousiast over. Want... Jezus man. Hoe vaak zit je in de auto? Ja, dit is mijn eerste keer eerlijk gezegd. Ik vind het wel spannend. Maar ik vind het wel te gek dat je het filmt. Oh jezus, je schokt. Ik ga nog beter auto dan jij, maar goed, maar niet uit. Ja, toch een beetje oude mannen dingen. En die zie je toch helemaal niet in zo'n zwarte. Een wegversmalling. Christus. Moet je nou alles leren? Dit rijdt ook niet echt soepel. Je rijdt gewoon ook heel slecht. Flikker op. Als man rij jij heel slecht. Ik zou je even de omgeving willen laten zien waar we rijden. Door Amsterdam, waar dat maakt niks uit. Een dikke bouwput is. Ja, over de ene drempel toch naar de andere. Ja, ik nog. Nee, echt. Waar gaat dit vlog over? Dit? Ik dacht je een standbeeld voor me ging oprichten. Dit? Hoe gaat dit? Wat? Deze. Wat zeg je? Waar gaat dit vlog over? Ja, waar gaat dit vlog over? Kappen met dit vlog. Kappen met dit vlog. Oh, dit stap even mee. Ja, maar dit bedoel ik. Dit is hier was ik dus voor mijn stage en moest ik dus allemaal opnames bijwonen voor mijn stage om dingen te schrijven en zo. Wat ben benieuwd. Hallo. Hallo. We stonden even met steeds met je praten. Ja. Vlak voor een grote doorgang. Gaan we door. Hi. Hi. Hey, hoi, proost. Hoi, ik ben Bien. Even Bien. Hoi, Bien. Hoi. Ja. Nou, dit is ze. Let's go. Ik die was om 10 voor 12 studio binnen wandeld. Oh, nee, wel als mensen die echt die bij het Mediapark staan. Gaat vannacht uit voor Jeroen Spitzenberger.
Goeienacht. En wie heb jij over je schouder hangen? Over mijn schouder hangen, in figuurlijke zin, soms iets letterlijker, dat is Bien Schumacher. En Bien houdt een, ja, hoe zeg je dat, een vlog bij. Bien, correct me if I'm wrong. En dus wellicht is dit voor de luisteraars ook via een webcam mee te volgen, dat ik dan weer gefilmd word en zo. Zeker. Zo gaat het toch tegenwoordig aan, ja, met camera. Dat is te zien op radio2.nl. Kijk. En dan kan je ook Bien zien. Maar dat is het. Dus voor mijn Bien filmt dit proces. En waar kunnen we dat dan weer zien? Oh jee. En wanneer? Bien, roep eens iets. 30 mei op Bien Venue. En dat is een YouTube kanaal en dat is een nieuwe serie waarin ik bijzondere persoonlijkheden volg, waaronder Jeroen Spiestenberger. Oké, Bien Venue op YouTube. Ja. 30... Of is het onwennig om de hele tijd zo'n soort schaduw bij te hebben? Oh, dat is interessant dat je het zegt. Ja, want daar hebben we vanavond een gesprek over gehad. Voor mij is dat onwennig. En zij snapte dat niet. Bien snapte dat niet. Omdat ze zegt, ja, maar je hebt toch met je vak zoveel met camera's en zo te maken. Maar er is iets heel anders. Het lijkt alsof er nu een hele generatie opgroeit. Die gewoon op een vanzelfsprekende manier zichzelf kan zijn voor een camera, vloggend en wel, gewoon over je dagelijkse leven. En bij mij werkt dat gek genoeg andersom. Dus ik, als ik naar een set ga en ik weet dat ik ga werken, en dan heb ik dat voorbereid en dan weet ik, nou, dan ben ik die dag acteur en dan ga ik iets vertolken en dan ga ik onderdeel zijn van een verhaal. Want binnen die context ben ik ingehuurd om iets te komen vertellen en iets te komen vertolken. En daar voel ik me wel senang bij. Maar als je, zeg maar, nu gewoon in mijn gewone kloffie en zo, dan kan ik dit net handelen. Dat wij elkaar zien met twee microfoons ertussen. Maar dan ook nog een camera erop en zo. Dat is allemaal, ik moet me daar een beetje van afsluiten. Het is een soort Big Brother volgens mij. Na een paar uur ben je eraan gewend en dan ga je allemaal dingen zeggen die ze echt wil horen. Wellicht. Ik weet niet of dat de insteek is van vanavond. Maar ik zie de knikken. Een beetje. Dat geeft iets weer van dit soort complexiteit en theater. Daar geloof ik wel in, ja. Of je het doet, is het anders. Als je één ding zou kunnen veranderen aan jezelf, wat zou dat dan zijn? Schiet me niks te binnen. Kind? Ja? Die is mooi. Ga even zoeken zo. Ik moet even iets hebben waar ik het op kan zetten. Wacht even. Ik gebruik even het radio. Over reïncarnatie. Ja. Mooi en hoopgevend als we over Prince nadenken. Zo zeg. En ik denk veel over Prince na. Ja, want jij houdt van Prince. Nou ja, meer dan dat ik erover nadenk, rouw ik om hem en vier ik hem elke dag. Ik vind hem zo fantastisch. Rij me elke dag? Elke dag. Ja, echt? Elke dag. Ja, jij zei ook, ik heb paars bloed. Ja, volgens mij zijn mijn bloedbanen echt paars. Dat is echt sinds mijn 12e, 13e zo geworden. En die man heeft muzikaal ongeveer alles voor mij betekend. En ik hou ook van andere dingen voor de goede orde. Ik bedoel, ik heb best een brede smaak, denk ik, hoop ik. Maar een hele grote, dikke boom in het muziekbos is toch wel Prince. Voordat we definitief gaan kiezen met welk liedje van Prince... Eigenhandig voor gekozen om een vliegtuig uit de lucht te schieten. Ik ben een militair. En er is een passagiersvliegtuig gekaapt met dus, laten we zeggen, 200 mensen aan boord. En dat koerste af op een vol voetbalstadion. En dan neemt hij eigenhandig de keuze om het... Ja, dit is te gek. We moeten gaan rekenen. Ja, hoe lang is je Prince nummer? Ja, dat gaan we nu even bekijken. Weet je wie de gitaar doet hierop? Nee. Nou, Rodgers. Echt? Ja, dat wist ik. Dat stond... Om een goal te groeien of... Dan moet je een epische afslag groeien of... Dan moet je een epische afslag... Oh! Huh? Wat? Oké, okay, dan ga ik wel de edit draaien. Welke? Ja, 10 seconden. 11 seconden, dus 3,25, 24, 3,24, 37. Dus 3 plus 3 is 3,50 gezingers. Precies 4 uur. 3,50 gezingers. Precies 4 uur. Nee, 1 uur 59, 2 uur. Uit. Hij doet gewoon 4 uur, denk ik. Goedendag jongens. Earth's done. Ship is in. Wine is in. Wat zijn jullie? Happy. Ik ga nu vragen. Oké. Radio interview zit erop. We zijn er afgesluiten. En dan gaan we terug naar huis. 2 uur.
7. Ik moest nog helemaal terug naar Amsterdam, maar dat maakt niet uit. Maar inhoudelijk echt super interessant. Yo. Hoe kom jij naar huis dan? Hij komt even mijn moeder. Hij brengt me. Hij brengt je. Jeroen brengt me thuis. Ja, goed geregeld. Echt.